Roy van Veen, de grote opening. Ik zie een glimlach op jouw gezicht. Ben je tevreden? Ja, dit was fantastisch. Ja, heel mooi. Ook voor jou een sleutelmomentje, want je hebt er volgens mij behoorlijk hard aan gewerkt. Ja, heel hard aan gewerkt en absoluut een sleutelmoment. Dit is waar je naartoe leeft. Zeker omdat er zoveel van die mensen die geportretteerd zijn hier ook gewoon zijn om naar hun eigen foto's te kijken. Hoe is het nou om deze foto's dan ook zo hier in het park te zien hangen? Ja, dat is wel een interessante belevenis, moet ik zeggen. Want je denkt er van tevoren over na. En ik heb heel veel onderzoek hier in het park gedaan van hoe valt het licht en welk soort groen zit waar. En hoe moet dan, welke foto moet daar zijn? Moet die donkerder, lichter? Hoe maak ik die dan? En ik heb bij iedereen een eigen lens gebruikt, zo'n beetje. Vanuit hun min of meer geboortejaar. Dus daarin is een lens uit 1930 voor gebruikt. En nou ja, zo kun je ze allemaal uitrekenen. Maar dan moet je wel dat beeld zien te maken wat je nodig hebt onder die bladeren. En dat, als je dat dan ziet in de praktijk, dat is dat bij sommigen wel echt heel goed gelukt. Nou, Hans Goedkoop, dit keer niet in andere tijden, maar hier in Park Eekhouts. Heb jij de foto's al gezien? Heb je ze ook al uitgebreid bekeken? Nee, ik heb mijn eigen foto mogen zien. Ik heb net ben er even langs gesneakt. Maar het is voor mij nog betrekkelijk nieuw. Ja, het is van alles wat. Hoe was het om jezelf aan te kijken hier? Ja, jezelf aankijken is altijd een heel slecht idee. Gewoon niet doen. Confronterend. Ja. En in dit verband denk je ook, ja, dit zijn dus allemaal Indisch mensen. En wat iedereen dan doet die een Indische achtergrond heeft, is toch even meten, hoe Indisch ben ik nou eigenlijk? En ik ben vrij wit. Dus ik denk, hoor ik je nou wel? Maar merk jij ook nog steeds in je dagelijks leven van, oh ja, ik ben best wel heel erg Indisch nog? Ik word Indischer naarmate ik ouder word. Omdat ik me meer bewust word van die geschiedenis. Mijn moeder is er al niet eens meer. Maar die is opgegroeid in Nederlands-Indië als officiersdochter. En ik moest 50 worden voordat ik begreep waarom ik als kind met 38-4 gewoon naar school moest. Omdat mijn moeder een officiersdochter was. Zo simpel zijn de dingen soms. Hoe is het om jezelf aan te kijken hier? Ja... Wat door je heen, hè, natuurlijk. Ja. Dat ik me gauw ontmoet bij ons in Brombekers. Namelijk, we zitten in Brombekers, hè. Wij zijn Brombekers. Nou ja, goed, dan zijn we in een gesprekje gekomen. En toen hebben ze ons uitgenodigd, hè, met mijn maatje. Ik vind het geweldig. Ik had nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn. En ik vind mezelf een pad erop staan. Ik moet het zeggen, ik vind het geweldig. Niet te wachten, of wel rond te kijken. En we zijn niet zo jong meer, hè? Dat is toch maar beleven natuurlijk. Hoe is het ook om terug te blikken op al die herinneringen? Ja, dat geeft natuurlijk wel de grote indruk die er geweest is. Want kijk, hij heeft het natuurlijk anders meegemaakt, veel erger als ik. Ik was militair dus. Ik heb bij de eerste divisie gezeten, 7 december. Dus we hebben alles meegemaakt. Ja. Ik heb ze terug zien komen, zo schoon. Ja. Nou, dan kijk je als Nederlandse jongen wel raar op, hè? Ja. Dan denk je, wat is dat toch allemaal? En dan kom ik later in Bombreek terecht en dan kom ik heen tegen. Ja, voor mij is het geweldig, hè? Als ik nu terugkijk, zie je al die gezichten. Maar het is geweldig. Ja. Dat is natuurlijk, en het is natuurlijk nog mooi dat je het beleven mag. En als er mensen interesse hebben om ons een keer wat te vragen. Want er zijn er nog maar weinig. Het wordt natuurlijk steeds minder. Is het daarom ook zo belangrijk dat deze verhalen moeten mee worden genomen naar de toekomst? Ja, natuurlijk. Vooral op de scholen is dat heel belangrijk. Daar sta je met verbazing van te kijken. Dat ze zo weinig op school geleerd hebben eigenlijk over die tijden. Schandalig. Ik vind het schandalig. Het is een stuk geschiedenis. Nee, van twee kanten. Van zijn kant en van mijn kant. Niet? Zo mag ik het allemaal zien. Hij is een Indische jongen. Een Nederlandse jongen. Ja. 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 Mooi. We elkaar ontmoeten. Tot nu toe zijn de reacties uitsluitend positief. Toen we ze van de week hier neerzetten met z'n allen, met tuinmannen erbij en een smid die hielp. Nou, Katie was er druk mee. Toen waren er al heel veel mensen die zoiets hadden van, wat is dit? Wat gebeurt hier? En toen kregen we gelijk al mails via de website en via social media. En die reacties waren echt allemaal fantastisch. Zo van, wat goed dat jullie dit doen en wat mooi om dit te zien. En als je nu ook luistert naar de mensen om je heen, dan dat is fantastisch. Ja, de tentoonstelling loopt 3 weken, wordt misschien verlengd hier al in Zwolle, want daar wordt op dit moment over gesproken. En daarna gaat de voorstelling reizen.
En die gaat om te beginnen naar een stad in de buurt. En daarna gaat hij het hele land door.